Strijd waar menig Engelsman naar uit heeft gekeken. De finale van... We hebben er lang naar uitgekeken. En nu dan, eindelijk, is het moment aan. Mijn naam is Sjoerd Vos. En in de commentaarstoel naast mij zit mijn gewaardeerde collega Jeroen Gruter. En over enkele ogenblikken zullen we samen hier moeten kans uitkomen. Deze Vlotte wild geschoten. Je hoeft hem alleen maar heel subtiel langs de keeper te plaatsen. Het is zo belabberd, hè. Ik zou razend zijn als ik zijn trainer was. En Arsenal valt weer aan. Bal kwijt aan de tegenstander. Die daarmee het gevaar bezworen heeft. En zo pakt hij flink wat meters met de bal. Dat leek een veel beloop. Oh, kans van korte afstand. En prima gered daar. Bal komt voor in het 16 meter gebied. En hij wordt weggewerkt, die hoekschop. Didi. Een schot. Een schot van tegengehouden. Knap gered met die duim. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Het gevaar wordt eruit gehaald. Al vroeg druk gezet. Met deze opstelling gaat Arsenal het veld op. Martin Ødegaard speelt op het middenveld. Met Leon Goretzka in het centrum. De Gabriel Jesus staat in de aanval. Knap gekeerd door de keeper. Bal voorgegeven door Saka. Nee, die hoekschop wordt bij de tegenstander ingeleverd. Welke voetbalwebsite u al bezocht heeft deze week? Niemand komt om deze man heen. Met het oog op dit duel. Het is immers bevestigd inmiddels. Hij stopt na dit seizoen als prof. En zal dus komend seizoen niet meer aan het werk te zien zijn. Dat moet toch pijn doen bij de elftal, bij de fans, Jeroen. Ja, dat lijkt me ook, Sjoerd. Want wat heeft deze speler toch altijd een cruciale rol vervuld binnen deze selectie. Nee, het zal echt niet makkelijk worden om een geschikte vervanger voor hem te vinden. Didi, Calvert, Lewin. Ze wegen hun mogelijkheden af en bouwen op. Ha, wat een mooie zin. Hier is de kans op de voorsprong. Saka. Dat is Thomas. En Arsenal raakt de bal kwijt. Dominic Calvert, Lewin. Dat moet toch lukken, deze bal? Ja, mag ik het zo noemen? Het is een duik met het nodige gevoel voor esthetiek. Zoals de keeper hier de bal uit zijn doel weert. Fraai hoor, die duik. Er zijn mogelijkheden voor een counter. Nee, toch niet. Die aanval is gestopt door de tegenstander. Blijft goed aan de bal. Dit moet de voorsprong worden. Ja, dit is een alarmsituatie achterin na de bal op de paal. Nou, dat is ook weer opgelost. Bijna waren ze op voorsprong gekomen. Maar ja, de bal gaat niet in het doel. Hij kets af op het doel. Ja, en dan een mooie steekpas. Ja, hij is er doorheen. Goal, 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 goal. En die treffer zit in de tegenstander voor een eerste achterstand. Ja, en de wedstrijd is helemaal van het slot nu. Dit is een ragfijn paasje, hè. Zo wordt het doelpunt eigenlijk gecreëerd. Moet je eens kijken. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie. Heel mooi. En dat bekroont hij dan. Terug naar de middenstip en feest bij Arsenal. Vanwege de voorsprong. Hier de voorzet naar de tweede paal. Nou en bedankt, hè, zegt de keeper. Want de voorzet eindigt uiteindelijk veilig in haar handschoenen. Arsenal is nog niet veel aan de bal geweest vandaag. Maar balbezit is ook niet alles. Bij deze stand zou ik de tegenstander trouwens ook al het werk laten doen. Didi. Dennis Praat. Dominic Calvert-Lewin.
Dat is een gevaarlijke steekbal. Redding van de keeper. Bal naar het midden. Door die actie is hij de bal kwijt. Martin Ødegaard. Aanval wordt afgesloten. Het is buitenspel. Leicester raakt de bal kwijt. Martinelli komt op. In de buurt van de 16. Hij onderschept hem op een gevaarlijke plek. En er wordt afgefloten. Arsenal imponeerde voor rust met sterk voetbal. En beloonde zichzelf met een bescheiden voorsprong. Nu de tweede helft. Een succesvolle tackle op eigen helft. Moeten ze dit snel uitspelen? Die defensie reageert veel te traag. We gaan kijken of Leicester gelijk kan maken vanuit deze corner. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Direct druk zetten, dat werkt hier. Soumaré. Dat is nog een keer verdedigen. Dat is een kunst. De hoekschop wordt genomen. De spelers gaan klaarstaan. Ja, de schot gaat rechtstreeks op de doelman af. Er lijkt er toch wat transfernieuws te zijn rondom Borussia Mönchengladbach. Volgens de geruchten een prachtige reflex. En zo redt hij het. De bal komt voor het doel. Toch vangt de bal met beide handen. Martinelli. De steekbal van Martinelli. Gabriel Jesus ontvangt een vrije steekpaas. Paats en zo brengen ze het verschil op 2. Er is nog tijd voor de tegenstander om wat terug te doen in deze finale. Maar daar moeten ze nu wel aan de bak. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. Maar ik kan me ook voorstellen dat de tegenstander verwijtend naar de doelman kijkt, hoor, naar deze blunder. Die bal had nooit in de korte hoek mogen verdwijnen. Verder met de steekpas. Zoekt naar een vervolgactie. Dat was heel nodig, die actie. Gabriel Jesus. Ødegaard. Met die actie grijpt hij net op tijd in. Goeie steekbal, hoog gespeeld. Net op tijd ertussen. Leon Goretzka. Oleksandr Zinchenko. Gabriel Jesus komt dichter bij de 16 nu. Gabriel Jesus! Nou, nee. Ja, hij scheelt helemaal niet zoveel. Ja, maar we zien het wel graag, hè. Zo'n hard afstandsschot. Hij loopt de bal onnodig over de lijn. Hij onderschept de bal.
Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. En wat staat de Gunners hierna te wachten, collega? Volgende tegenstander in de Premier League. Chelsea is een... Goretzka raakt de bal hier kwijt. Martin Ødegaard. Goretzka voet de bal heroverd op de eigen helft. Gabriel Jesus. Dit is mooi verdedigend werk. Voordeelsituatie voor Leicester City, dus geen vrije trap. Nou ja, kun je dat wel voordeel noemen. De scheidsrechter bedenkt zich nu en fluit toch. De scheidsrechter zegt dat dit de laatste waarschuwing is. De volgende keer trekt hij een kaart. Oppassen dus voor deze speler. En nu wordt het oppassen. In het midden van de 16. Deze aanval is zeker niet voorbij. Het gevaar is voorbij, maar dat was een aardige kans. Arsenal maakt dankbaar gebruik van die ruimte op de flank. Nee hoor, toch niet. Ze zijn de bal kwijtgeraakt. Nog 6 minuten reguliere speeltijd, wijst de stadionklok aan. Had er die bal in de ruimte gespeeld? Redding van de keeper. Hij mag eruit en een verse kracht komt erin. Martinelli legt hem in de 16. Ødegaard. Hij haalt die pas eruit. Enes Unal. Er komt 2 minuten speeltijd bij. Gabriel Jesus. En Arsenal raakt de bal kwijt. Vervolgt zijn weg naar het doel. En dan klinkt daar het eindsignaal. De strijd is beslecht. We hebben een winnaar, Jeroen. Ja, dus zien we de bekende taferelen, zie je het. De ene ploeg is uitzinnig van vreugde en viert feest. En de andere ontroostbaar. Maar ik moet zeggen, al met al heeft het juiste team gewonnen. Ja, daar zeg je niks te veel mee. Er is niets op af te dingen, zie je het. De verdiende kroon op al hun keiharde werk. Jij hebt het over de kroon, ik over de kurk en die moet eraf. Tijd voor champagne, inderdaad. En het stadion staat op zijn kop. Het vuurwerk knalt alle kanten op. En de spelers gaan daar door die enorme bui confetti naar het podium. Waar hun felbegeerde prijs op zit. De bokaal van de Emirates FA Cup is voor hen. Ja, langzaam maar zeker. Schieten woorden tekort, hè, om bijvoorbeeld de blijdschap op de gezichten van die spelers te beschrijven. Kijk ze hossen, kijk ze applaudisseren, ook naar het publiek, naar de fans. Vuisten in de lucht. Dit is natuurlijk waar ze al die tijd naartoe hebben gewerkt. En dit is hun moment na een sublieme finale. Dames en heren, jongens en meisjes, hier staan de verdiende winnaars van de Emirates FA Cup. Kijk eens wat een blijdschap op de tribunes. Gigantische. Ja, dit wordt altijd gewaardeerd hoor, als ze het publiek gaan opzoeken. Nou, maar ja, deze mensen hebben natuurlijk ook bijgedragen aan deze titel. Ze hebben hun ploeg door dik en dun gesteund. En dat werd op prijs gesteld door de spelers. En nu mogen ze samen het feest gaan vieren. Ja, heerlijk. Kijk, die mensen is. Dit feestje is nog lang niet voorbij. Daar verzamelen ze zich nog één keer voor dat podium. Voor dat ene fotomoment. Hier wordt geschiedenis geschreven, toch Jeroen?
uitbraak op de brommer lijkt het wel. Ja, goal! Het is het openingsdoelpunt van het duel. En zo lang zijn we nog niet bezig. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Hetzka. Martinelli. Ja, daar zit hij erin. Ze hebben de titel nu bijna in handen, Joep. Wat een belangrijke goal. Cruciaal gewoon. En die supporters, kijk eens, die draaien helemaal door daar. Moet je ze zien, zeg. Wat zijn die verdedigers daar nou te doen? Ja, mooi. Die steekpas. Dan hoor. Die steekpas. Ja, doelpunt. En weer is hij het. Die hem op zijn naam schrijft. Dat is het tweede van deze wedstrijd. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een messcherpe kant. Moet toch wel kouder mogelijk zijn. Hij zit en zo vergroot hij de voorsprong tot 4 treffers. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit... Allerlaatste fluitsignaal dat de scheidsrechter vandaag laat horen. Ze hebben het voor elkaar. Deze spelers mogen zich kampioen noemen. Ach, wat een blijdschap, Jeroen. Mooi om te zien. Ze waren gewoon de beste in de competitie. En ook op de momenten dat het minder ging, stonden ze er. Ja, wat een veerkracht hebben ze laten zien. Maar er stond ook gewoon kwaliteit op het veld. En die werd maximaal benut. Nee, ik denk dat ze gewoon trots mogen zijn op deze prijs. Tuurlijk zie je het. Dit is toch heerlijk. En dan is het nu tijd om de bokaal uit te reiken. Alle spelers, de 11 die het vandaag hebben gedaan, maar ook de wissels, alle coaches, de hele technische staf. Iedereen haast zich jubelend naar het podium bij de middenstip. Om die felbegeerde trofee in ontvangst te mogen nemen. Ja, zie je, we hebben heel veel spektakel gezien vandaag. Hè? Maar dit kan er ook wel mee door. Met dat vuurwerk en de confetti. Kijk eens naar die spelers. Die staan te springen en te juichen. Allemaal om die beker. Het is een illuster, onvergetelijk seizoen geworden op deze manier. Ja, kijkt u maar goed, beste kijkers. Hier staat de nieuwe kampioen van de Premier League. En nu kunnen ze ook het publiek bedanken. En nou, kijk eens naar het publiek. Uitzinnig zijn ze na deze geweldige prestatie. Ja, de dankbaarheid die spat er vanaf. Hè. Het is de wisselwerking tussen spelers en fans. Mooi om te zien. Ja, dat contact met de mensen op de tribune. Dat is heel bijzonder voor de spelers. Heerlijk dit soort momenten. En nu kunnen de spelers even genieten. Even tot rust komen. Ze worden op de foto gezet. Ja, dit zijn foto's die verdwijnen in een lijst en komen aan de muur. Dat kan niet. En nu dan, eindelijk, is het moment aangekomen. Mijn naam is Siert de Vos. Daar naast mij zit mijn gewaardeerde collega Jeroen Gruter. En over enkele ogenblikken zullen we samen met u thuis, of waar u ook bent,
getuige zijn van de aftrap voor wat een spectaculaire finale van de Emirates FA Cup beloofd te worden. Het is Arsenal. Deze kan erin. Ja, wat doet hij dan met deze kans? Helemaal niks. Deze kan het doelman makkelijk pakken natuurlijk. Ja, ik geloof niet dat de keeper hier nog meer iets aan overhaalt. De speler pakt de bal af met een mooie sliding. Met deze opstelling gaat Arsenal het veld op. Leon Goretzka start op het middenveld met Martin Ødegaard in het centrum. En Gabriel Jesus staat in de aanval. Oeh, nu wordt het oppassen hoor. Alarmfase 1 voor de keeper. Boom, hij raakt en daar hebben we dan de openingsgoal van deze finale. De nul is eindelijk van het bord. Zie je, kijk eens naar die fans. Ze gaan helemaal uit de plaat. Goed uitgespeeld natuurlijk. Met een ragfijne voorzet. En dan neemt hij hem vol op de voet. Een verwoestende volley. De keeper is kansloos. Prachtig doelpunt. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Een succesvolle tackle op eigen helft. Gabriel Jesus. Ziet er goed uit hoor. Gaat deze aanval wat opleveren? De spelers van Newcastle United hebben elkaar goed te vinden. Hoog druk gezet. Goed gedaan. In de sportpers ging de afgelopen dagen veel aandacht uit naar deze voetballer hier. Want dit is een bijzondere wedstrijd voor hem vandaag. Een weerzien met zijn oude ploeggenoten. Nu als tegenstander. Een heel speciale dag voor hem lijkt me. Ja, sowieso zie je het natuurlijk. Hij zal ongetwijfeld dubbele gevoelens bij hebben. Hij wil zich natuurlijk graag bewijzen bij zijn huidige club. Maar tegelijkertijd voelt dat erg ongemakkelijk als je tegen je voormalige ploeggenoten staat en ze uiteindelijk de tas om gaat doen. Maar als prof moet je je daarvoor af kunnen sluiten, zo simpel is het. Ødegaard. Gabriel Jesus krijgt hem terug. Leroy Sané. Daar staat niemand om er iets mee te doen. Nee, niet goed weggewerkt. En hier laat de doelman zijn waarde zien. Formidabel. Hoekschop wordt voorgegeven. Hij zal de bal echt beter moeten drukken. Nou, dat scheelde heel weinig. Maar mis is mis. En de coach is lichtelijk teleurgesteld dat ze hun voorsprong hier niet hebben kunnen uitbouwen. Met die tackle verovert hij de bal op de eigen speelhelft. En een schot. Goal en daarmee staan ze weer gelijk. Heerlijk hoe deze finale van de FA Cup op en neer gaat. Dit is waar we voor naar het stadion zijn gekomen. En het staat weer gelijk. 1 tegen 1. Arsenal laat de bal rustig van de voet passen. Ødegaard! Hij ging op de doelman, maar die deed wat goede doelmannen doen in zo'n situatie. Zo zeg, wat een heerlijke redding. Ja, hiermee voorkomt hij de slotfase in achterstand. En ze krijgen de bal weer. Gabriel Jesus. Maar nu kan er een counter komen. Zinchenko. Gabriel Jesus. Hij lijkt balverlies. Een uitgekiende steekpaas. De doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht inschieten? Leon Goretzka. Ødegaard. Hij pakt die bal op eigen speelhelft. Koken. Vanaf die positie is een counter mogelijk. Nee, deze counter eindigt niet in het doelpunt, maar in balverlies.
blijft aan de bal. De verdediger houdt die bal tegen. Met z'n allen achter de bal blijven en kijken of de tegenstander aanzet. Kimpembe. Er wordt 1 minuut blessuretijd bijgetrokken. Hier laat die speler zien dat hij de sliding beheerst. De scheidsrechter fluit af. De eerste helft. We gaan weer verder. Aftrap is geweest. Tweede helft onderweg. Gevaarlijke steekbal. Alexander Isak. Ja hoor, doelpunt. Ze nemen de leiding in deze goal. En dat ben je natuurlijk een beetje hoor, dat je scoort in een FA Cup finale. Ja, dat is goed voor de wedstrijd. Hiermee wordt de druk op de tegenstander opgevoerd. Veel te simpel deze paas. Een makkelijke prooi voor de tegenstander. Rodrigo. Leon Goretzka. Dan horen we dat Manchester United een speler wil kopen. Dat zijn momenteel de geruchten althans. Ik heb het ook gehoord inderdaad. Het zal me benieuwen wat er allemaal waar van is. We zullen het vanzelf merken, zie ik. Gabriel Jesus echt de ruimte om aan te leggen. En prima gered daar. Voor het doel gegeven. Leroy Sané. Een verwoestende uithaal. Jammer dat die bal net overvliegt. Aan de zijkant krijgt hij ruimte met de bal. Hij neutraliseert precies op het goede moment het gevaar. Ja, die bal geeft hij mooi. En de doelman de redding. Als volgende ontmoeting in de Premier League presenteert EA Sports een wedstrijd van Arsenal. De ploeg speelt thuis tegen Burnley. Oh ja, die moet erin! Ja, redding! Wat een redding van de doelman. Ja, en die inzet die komt van heel dichtbij. En dan heb je eigenlijk bijna geen tijd om te reageren. Een hoge steekpaas, heel gevaarlijk. Op snelheid de bal ontvangen. Is nog niet geweken. We zijn nog niet helemaal uit het penari. En tot zover de dreiging voorlopig. Echt knap hoor, hoe je de bal tegenhield. En maar goed ook trouwens, want anders stonden ze nu 2 achter. Koken. Bal naar Isak. En nu snel schakelen voor de counter. Geweldige defensieve actie. Deze bal levert geen probleem voor hem op. Wat staat er hierna voor Newcastle United op het programma, Jeroen? Volgende tegenstand. Zie het, zie het, zie het. Enorme kans hier. Nee, deze komt niet in de richting. Jongen, jongen. Ja, je kunt wel hard schieten. Maar richt is een beetje beter. Ze gaan het doen met een speler van de bank. Koken. Niet goed gepaast. En dus balverlies. Deze aanval ziet er veelbelovend uit. Maar ze raken de bal kwijt. Ja, kans voorbij. Goretzka. Een steekpaas. Dit lijkt gevaarlijk. En daarmee is de achterstand weg. Alles is weer mogelijk in deze finale.
Ja, ze geven zich niet gewonnen hoor. De strijd om de FA Cup ligt weer helemaal open. Nou, dit is dan toch wel een opmerkelijke treffer. Hè? Ja, die steekpaas, die is briljant. Daar is helemaal niets mis mee. Perfect op maat. En van die afstand mag je niet missen. En dat doet hij dan ook niet. Lekkere goal. Weer gelijk dus. Het zal me benieuwen wie hier uiteindelijk gaat winnen. We beginnen aan de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Het zit er bijna op. Maar dit zou zomaar het winnend doelpunt kunnen worden. Simpel gebloot dat schot. Nog altijd gelijk in de laatste minuten. Maar deze hoekschop kan iets opleveren. Kort gespeeld. En dat is opnieuw een corner. Het wordt een korte hoekschop. Voorgegeven richting tweede paal. Dat moet je natuurlijk wel bij de keeper vandaan houden. Anders kan hij makkelijk redden. Rodrigo. Hij geeft hem diep. Gabriel Jesus ontvangt een vrije steekpaas. Die bal belandt achter het doel en dus krijgen we een doeltrap. Vier minuten nog in de reguliere speeltijd. Eens kijken wat Gabriel Jesus van deze situatie kan maken. Oei, jammer van die aanval. Ze raakt de bal alsnog kwijt aan de tegenstander. Ze gaan in de laatste minuten op zoek naar het bevrijdende doelpunt. Schiet! Schitterende redding en een hele belangrijke. Nou, dit was een open kans. Ze hadden achter kunnen komen, maar de doelman voorkomt dat. Die mag wel even een bedankje krijgen. En hij wordt weggewerkt, die hoekschop. Isaac. Richting het midden voorgegeven. En die aanval duurt niet lang. Leon Goretzka. De scheidsrechter fluit voor het laatst. Althans, voorlopig. Daar staat niemand. En dan gaan we beginnen met de verlenging. We gaan er weer tegenaan. Thiago Almada. Ze voeren de druk langzaam op bij de gelijke stand. Mazzeltje voor de keeper. Engeltje op de lat. Want die schiet heel op de bal richting doel. Maar ja, daar is ook alles mee gezegd, of niet, Jeroen? Ja, dat is een eitje voor de keeper. Bijna waren ze op voorsprong gekomen. Maar ja, de bal gaat niet in het doel. Hij kets af op het doel. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Ja, die zit. Daar is het doelpunt. Bij dit doelpunt komt zoveel kwaliteit samen. Eerst die voortreffelijke steekpaas. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. De verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Dat was alweer het vijfde doelpunt. 3-2. De bron er voorbij. De voorzet komt met de tegenstander. Die moet nu opruimen. Knap uit. Niet voorgezet, maar kort genomen. De scheids geeft een vrije trap voor Arsenal. Ødegaard, Leon Goretzka, Leroy Sané nu. Hij onderschept de paas. Voor de blessuretijd telt de vierde official 1 minuut bij. Het is nog niet voorbij. We gaan beginnen aan het tweede. Daar staat niemand om er iets mee te doen.
En nu het restant van de verlenging. Er is afgetrapt voor de tweede helft. Zo hoor je een sliding te maken. Goed werk. Ricardo Horta, hij schiet op doel. Zo gevaarlijk was het toch niet. De keeper kan simpel redden. Rodrigo. De bal bij Gabriel Jesus. En met de bal aan de voet de uitbraak. Doelpunt! En dat lijkt me de beslissing. Die mogen ze toch nu niet meer weggeven. Die beker is binnen. Moet je kijken hoe je die actie maakt. Hij gaat en hij gaat en hij gaat. Ja, zoveel ruimte moet je hem natuurlijk niet geven. Want dan is dit de consequentie. Maar complimenten hoor. Hoe je het afmaakt. Een heerlijke actie. Trappen weer af en gaan verder met 4 tegen 2. De verdediging haalt probleemloos de angel uit die voorzet. Kunnen ze dit snel uitspelen? Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Hé, joh! Rodrigo! Ja, nu zit er een keeper tussen. Hè. Gepakt door die inzet. Jij gaat niet nog eens scoren. Nee, die zit er goed bij. Deze mag erin. Nou, dit is toch niks, zo'n kans. Daar moet je iets meer mee doen. Scoren bijvoorbeeld. Ja, en die doelman, die hoeft bijna niks te doen. Dat was een makkie. Nog 2 minuten en dan is de verlenging afgelopen. Hij krijgt daar ruimte op de flank. Almada. Die redding zet nog geen streep door de dreiging. De tweede poging gaat er wel in. Doelpunt! Ach, maar wat zal die doelman zich in de steek laten? En dan klinkt daar het laatste fluitsignaal van dit duel. En hebben ze de beker weten te winnen. Wat een dag voor deze spelers. En ook voor de supporters is dit natuurlijk een heel bijzonder moment. Die genieten hiervan, hoor, ziet. Nou, die met die andere shirtjes vinden er geen bal aan. Maar goed, zo gaat dat, hè. Ze hebben deze prijs gewoon verdiend. Dus gewoon dubbel en dwars genieten van dit schitterende moment. Dit zijn dagen die je nooit meer vergeet. En het stadion staat op zijn kop. Het vuurwerk knalt alle kanten op. En de spelers gaan daar door die enorme bui confetti naar het podium. Waar hun fel begint de prijs op zijn. De bokaal van de Emirates FA Cup is voor hen. Ja, langzaam maar zeker schieten woorden tekort, hè, om bijvoorbeeld de blijdschap op de gezichten van die spelers te beschrijven. Kijk ze hossen. Kijk ze applaudisseren, ook naar het publiek, naar de fans. Vuisten in de lucht. Dit is natuurlijk waar ze al die tijd naartoe hebben gewerkt. En dit is hun moment na een sublieme finale. Dames en heren, jongens en meisjes, hier staan de verdiende winnaars van de Emirates FA Cup. En dan gaan ze op zoek naar de supporters. Die zijn allemaal blijven staan. Ze hebben toch wel telkens de steun gevoeld vanaf de tribunes. Ja, dat is heel mooi. De wisselwerking tussen de spelers en de fans. Het wordt echt met z'n allen gevierd. Ja, die supporters die hebben natuurlijk niet gevoetbald, maar wel de ploeg gesteund. En dan het fotomoment. Haha, kijk eens. Gelunde, het is daar gezellig hoor. Ja, ze hoeven vandaag geen cheese te zeggen, want die blijdschap die komt van binnenuit. Wat een blije bende is dit zeg. Heerlijk.
Het jaarlijkse hoogtepunt van het Europese clubvoetbal staat op het programma. Hallo allemaal. Vandaag is het zover. Aftrap van de finale van de UEFA Champions League. Het is ons een eer en met groot genoegen dat mijn collega Jeroen Guter en ik straks het commentaar zullen verzorgen. Bij deze beslissende ontmoeting op de belangrijkste beker in het Europese clubvoetbal. Dit is Leipzig tegen Arsenal. Nou, ik kan me hier wel een voorstelling bij maken. Dit moet zo spannend zijn voor die spelers. We hebben het al even kunnen zien. De spanning was af te lezen van de gesprek. Het was een hele mooie duik van de keeper. Zoals hij hier de bal uit het doel houdt. Esthetisch perfect. Hoekschop wordt voorgegeven. Nee, dat is stordig gedaan. Nou, dat is ook weer opgelost. Javert, ze overwegen hun opties in de opbouw. Nee, die aanval bloedt toch dood. Ik denk dat we deze speler even in de gaten moeten houden. De Braziliaan Rodrigo. De verdediging van de tegenpartij zal hem niet al te veel vrijheid gaan gunnen. Want hij is immers topscorer van zijn club. Gabriel Jesus. Prima gekeerd. Goed onderschept. Dat was waarschijnlijk een kans geworden. Aan de zijkant ontstaat ruimte voor Leipzig. Hier moeten ze de leiding nemen. De bal landt bij de keeper. Rodrigo geeft de bal aan de tegenstander. Leipzig werkt aan een aanval. Sergej Milinkovic-Savic, deze pakken ze goed af. Listige steekbal. De bal komt uit. En die zit er! Openingsgoal in deze finale van de Champions League. Voorsprong Arsenal. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. Er was er opeens van door en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie. En dat de kans dan weer doet. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Van de bal gezet. De speler wordt geholpen. De speler van Arsenal begaat daar een overtreding. De scheidsrechter waarschuwt die speler nog één keer. Die kan maar beter op zijn tellen passen. Ja, nog één overtreding en dan heeft hij gegarandeerd een kaart. Nee, hij raakte met een verkeerd. Die ligt nu in de patatzak naast het stadion. Totaal mislukte vrije trap. Ja, maar van die afstand is het natuurlijk ook heel moeilijk, hè, om hem tussen de palen te krijgen. En de bal ingeleverd. Amin Guiri. Makkelijk voor die doelman. Ødegaard. En dan Rodrigo. En Arsenal in de aanval. Jesus. Paard zijn ze opbrengen. Het verschil 2. Er is nog tijd voor de tegenstander om wat terug te doen in deze finale. Maar dan moeten ze nu wel aan de bak. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. Die speler heeft op dat moment nog eigenlijk zijn handen vol aan zijn belagers. Want op de een of andere manier weet hij toch aan ze te ontsnappen en op de been te blijven. En rolt hij het ook nog af. Ah, dit is een heerlijke goal. Gevaarlijke steekpaas. De doelman met die redding, mooi gedaan. Ja, dat doet hij geweldig. Hij laat die doorgebroken speler niet scoren. En geschoten door Sané. Simpel genoeg, dat soort. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Gabriel Jesus. De verdediging zit ertussen.
Ik zie hier mogelijkheden voor een counter. Zien zij ze ook? Gabriel Jesus, knap hoor, die steekpaas. Wat een misser, zeg, wat een kluts. Dat zijn toch ballen die er gewoon in moeten van zo'n afstand? Ja, voor de doelman was het een eitje. Hij kon heel makkelijk de bal pakken. Ik denk eigenlijk dat hij daar zelf ook heel erg door verrast was. Onnodig om zo'n balverlies te leiden. Christopher Nkunku. Ja, dat getuigt van spelling. Op zoek naar de opening. Goed opgelet door de keeper. Komt de hoekschop in het midden. Simpele redding voor de keeper. Rodrigo. Heel vaak hebben we Arsenal nog niet in balbezit gezien vandaag. Maar ze hebben dat balbezit blijkbaar ook helemaal niet nodig. Rodrigo Silva. Hij probeert hard uit te halen. Vergeet die bal te drukken. Er gaat een wisselspeler in het veld komen voor Leipzig. Descanso hier in Bernabeu. We beginnen aan de laatste 45 minuten van dit Champions League toernooi. Mits we niet gaan verlengen natuurlijk. We gaan zo zien wie deze finale gaat winnen. Vrije trap voor Arsenal. De scheidsrechter zegt dat dit de laatste waarschuwing is. De volgende keer trekt hij een kaart. Oppassen dus voor deze speler. Leipzig krijgt ruimte op de flank. Dat was verstandig om die aanval af te stoppen. Gabriel Jesus. Goed gezien, jongen. Maar dit betekent het einde van de aanval. Leon Goretzka. Ze veroveren de bal weer. Geen risico's hier. De bal gaat terug naar de keeper. Kijk nou eens. Hij lijkt echt niet meer verder te kunnen. Gabriel Jesus kan verder. Rodrigo! Open kans! Prima gekeerd. Die poging nog toe. De bal wordt voor het doel gebracht. Dit kan hem worden. Leon Goretzka. Ødegaard. Ja, mooi afgepakt in de 16. Er ligt ruimte voor de counter. Gevaarlijk. Zo'n steekpaas. Goed gepakt door de doel. Hoekschop komt voor. Net te dicht op de doelman gekomen. En die duikt dan op die bal. Gevaarlijke uitbraak, maar uitstekend gereageerd door die doelman. Een uitgekiende steekpaas. Gabriel Jesus. Is daar het gaatje voor Gabriel Jesus? Leon Goretzka. Listige steekbal. Die beret en het spel gaat door. En tot zover het gevaar voor nu. Zo zeg, wat een spectaculaire redding van de doelman. Ik was ervan overtuigd dat deze erin zou gaan. Ødegaard. Enorme kans voor Ødegaard nu. Koulaksi bovenaars die redding. Kans om af te ronden voor Sané. Uitstekend verdedigd hier. Schotkans verijdeld. Hij gaat richting het doel van de tegenstander. Jesus. En prima gered daar. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Ødegaard. Dat was even gevaarlijk, maar hij pakt de bal af. Sterk gespeeld, goed afgeschermd.
Gabriel Jesus. Goretzka. Kans om af te ronden voor Sané. En hij scoort niet eenmaal, maar dit is twee. Ze hebben hun handen vol aan hem. De speler kiest voor de korte hoek. Daar staat ook de keeper. En ja, dat is dan natuurlijk een situatie waarin de doelman hem tegen moet houden. Ik bedoel, waarom sta je anders in hier? Arsenal is op dreef. En de tegenstander is de lol er wel vanaf inmiddels. Met de tweede paal. De keeper kan die bal moeiteloos opvangen. En zo loopt deze aanval hier met een sisser af. Enorme kans voor Heudekaart nu. Hij zit en zo vergroot hij de voorsprong tot vier treffers. Ja, dit is dan toch wel een opmerkelijke treffer. Hè? Ja, die steekpaas, die is briljant. Daar is helemaal niets mis mee. Perfect op maat. En die uitstekende voorzet wordt uiteindelijk knap afgemaakt. Goed teamwork. Mooie goal. De voorsprong is nog groter geworden. En gezien de stand en de tijd is deze wissel wel gespeeld. Leipzig leidt balverlies. Op de klok zien we dat er nog 7 minuten te gaan is. En hij komt eruit met de bal. Wat een heerlijke redding van die doelman. Een op één situatie en hij redt. Ik dacht eigenlijk dat het een doelpunt zou worden. De bank gedaan bij Leipzig. Ja, nu kan er een counter komen. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Ze mogen ingooien. Snijdt naar binnen bij de achterlijn. Schiet op doel. De doelman verdedigt zijn doel. Ja, daar is hij voor, hè? Hoekschop wordt voorgegeven. Die bal belandt achter het doel en dus krijgen we een doeltrap. En dan klinkt... Daar het eindsignaal. De strijd is beslecht. We hebben de winnaar, Jeroen. Ja, dus zien we de bekende taferelen zien het. De ene ploeg is uitzinnig van vreugde en viert feest. En de anderen ontroostbaar. Maar ik moet zeggen, al met al heeft het juiste team gewonnen. Ja, daar zeg je niks te veel mee. Er is niets op af te dingen, zie het. De verdiende kroon op al hun keiharde werk. Jij hebt het over de kroon, ik over de kurk en die moet eraf. Tijd voor champagne, inderdaad. Inmiddels begeven de spelers zich naar het podium. Daar vindt de ceremonie plaats waar ze al zo lang op hebben gewacht. Er staat een magnifieke beker. De trofee voor de allerbeste club van Europa. De winnaar van de Champions League. Ik denk dat deze taferelen een schatkamer vol herinneringen zal opleveren. Kijk, ze staan. Ze zijn uitzinnig van blijdschap met deze fantastische prijs. En inmiddels daalt er een regen van confetti neer over de spelers en het veld. Terwijl ook het vuurwerk wordt ontstoken. Ja, dit is een moment voor de eeuwigheid. Het moment dat ze de cup met de grote oren eindelijk omhoog kunnen houden. En daar gaan ze, hoor.
alle spelers en technische staf en iedereen gaat nu naar de rand van het veld. Fotografen en cameramensen. Ze gaan naar hun trouwe fans om ze te bedanken voor de steun. Het hele seizoen lang. Ja, die mensen die hebben heel wat afgereisd. En die zijn kriskras door Europa getrokken om hun club te steunen dit jaar. Geweldig en terecht dat ze worden bedankt. En nu kunnen de spelers even genieten. Tot rust komen. Zo wordt op de foto gezet. Ja, dit zijn foto's die verdwijnen in een lijst en komen aan de muur. Dat kan niet anders, toch, Siert? Listige steekbal.